Welkom bij dit maandelijks gesprek met de burgemeester. Het is de eerste maandag van februari. En dat betekent dat bij mij aangeschoven is de burgemeester van Leiden Henry Lemfrink. Uh, goedemorgen. Goedemorgen. We gaan het over uh, een aantal thema's hebben. We beginnen zo meteen met de corona-rellen, zoals genoemd uh, in de pers, uh, de avondklok. Um, we gaan het ook hebben, even kort over evenementen in de regio. Uh, de speeltuinen, in be openbare beheerde speeltuinen zijn open. Dat was in de rest van Nederland uh, al zo. En nu ook weer in Leiden, daar gaan we het over hebben. En Leiden krijgt een referendum. Uh, sinds uh, 2007 is dat niet meer voorgekomen. Dus alle reden om het daar ook even over te hebben. Maar we beginnen met de avondklok. Um, die is nu uh, ruim een week van kracht. Is het geworden wat u ervan gehoopt had? U was, niet, uh, u was een beetje sceptisch. U zei: ja, Dit is moeilijk te handhaven. Uh, het wordt een, uh, wordt een pittige pil. Uh, hoe is het bevallen de eerste week? Nou, uh, moeilijk te handhaven, dat valt eigenlijk nog wel mee. Want het is een heel duidelijk verhaal uh, natuurlijk. Uh, na negen uur niet meer op straat. En dan moet je kunnen laten zien dat je er ook iets te zoeken hebt of anders niet. Het punt is natuurlijk wel dat uh, op het platteland is het moeilijk te handhaven, omdat daar weinig uh, handhaving is, weinig politie. Dus dat is uh, lastig en juist op het platteland waren de afgelopen weken de cijfers relatief ongunstig. Dus dat was het knelpunt uh, ervan. Of het in Nederland voldoende helpt, ja, dat zien we eigenlijk pas na een dag of veertien. Dus kun je eigenlijk nog niet zo heel goed concluderen. Ja. Al datgene wat we nu nog aan beweging in de cijfers zien, is meestal nog het gevolg van de Lockdown die we al een tijd hebben. En uh, we hebben gezien dat rond kerst en oud en uh, nieuw, ja, dan komen de mensen toch iets meer bij elkaar. Dus dat zagen we in de cijfers ook wel weer terug, ja. dat daardoor iets meer besmettingen uh, ontstonden. Dus we moeten nog even afwachten of het echt uh, helpt. Maar ik ga er eigenlijk wel vanuit dat uh, begin februari uh, er ook een eind aan komt. Uh, u bent uh, ook veiligheidsregio-voorzitter. Uh, Hebt u dan een verschil gezien tussen de meer uh, landelijke gebieden in de regio hier en in de stad qua hoe de klokken is nageleefd? Ja, eigenlijk wordt die wel vrij breed behoorlijk uh, nageleefd. Dus daar heb ik eigenlijk weinig, uh, weinig klachten over. En zijn er veel boetes uitgedeeld? Ja, best wel. Uh, veel. Zeker de eerste uh, dagen is dat volop gebeurd. Uh, alleen al de eerste paar dagen was het in, uh, ging het in Leiden al om tientallen boetes. Dus daar dat is ook uh, actief op gecontroleerd. Helpt misschien ook nog wel een beetje dat je weet dat die kans er ook, uh, ook echt is. Maar voor de rest is dat allemaal zonder uh, ongeregeldheden verlopen. Ja. Uh, u werd nog even gespaard. Zaterdagavond werd er in Urk, vorige week dan zaterdagavond in Urk. Uh, uh, nou, uh, de jongeren roerden zich flink, laten we het zo zeggen. Er ging een testraad in vlammen op. Zondag was dat weer, maandag was dat weer. En ook in andere delen van het land. Toen dinsdag kwam Leiden aan de beurt. Uh, toen kondigde u een noodverordening af uh, rond de kooi. Uh, waarom was dat nodig? Er waren uh, in, uh, in de media, met name de social media, waren talloze oproepen van uh, jongeren die zeiden: we gaan daar uh, een feestje vieren. Uh, neem stenen en brandbaar materiaal mee. Nou, dat zijn meestal niet de opwekkingen en de oproepen die je als, uh, als burgemeester graag ziet. Dus je moest ervoor zorgen dat het daar rustig bleef. Je merkt ook dat uh, mensen bang begonnen te worden, mensen die er woonden, mensen die daar een bedrijf hadden. Uh, dus dat wil je eigenlijk niet als, uh, als burgemeester. En uiteindelijk hebben we ervoor gezorgd dat er een noodbevel was voor als het misging. Uh, dat er dan snel opgetreden kon worden, actief opgetreden kon worden door de politie. En de noodverordening die had eigenlijk als basiselement... Uh, als je er niet woont en niet werkt, heb je er niks te zoeken. Dus mag je het gebied niet uh, in. Dat bood ons de mogelijkheid om iedereen die daar naartoe ging te controleren... en uit de anonimiteit te halen, naam te noteren, uh, adres te noteren, uh, foto's te maken. Nou, en dat uh, gaf de mogelijkheid ook in de dagen daarna... om mensen allemaal een brief te sturen van... Uh, Luisteren, het is niet de bedoeling, uh, moet hier wegblijven. Uh, voor hele jongeren uh, die nog thuis wonen, daar kregen de ouders natuurlijk die brief ook onder ogen. Dat hielp ook. En het uit de anonimiteit halen ja, dat haalde het Heilige Vuur er wel uit. Een paar mensen zijn opgepakt wegens opraaiing uh, via social media. En uh, er is ook een preventieve dwangsom opgelegd voor mensen die echt de aanstichters uh, waren, dat was een vrij forse preventieve dwangsom. Dat betekent dat als je toch over de scheef gaat, dan wordt dat geïnd. En dat ging om een fors bedrag. En dat heeft er ook toe geleid dat iedereen zich koest heeft gehouden en Welk zo bedrag gaat graag, dat? Het maximale bedrag in dat geheel was 50.000. En daar zijn, ik neem niet aan dat de jongere een dwangsom van 50.000 euro heeft opgelegd. Of heeft u dat ook gedaan? Er is er eentje opgelegd tot een maximum van 50.000. Dus een aantal het maximum per geval. En dan oplopend naar. Maximaal 50.000 euro. Dan kan ik me voorstellen dat dat werkt. Heeft u daar ook gekeken naar wat er de dagen daarvoor in de rest van het land gebeurd is? Wat was uw belangrijkste reden om het zo aan te pakken? Um, het belangrijkste was natuurlijk dat je het gewoon rustig wilt uh, houden. Dat is belangrijk. En wij wilden niet dat de mensen het gebied inkwamen. Wanneer ze het gebied al in zijn en als er groepsvorming optreedt, dan kun je alleen maar met geweld daar een eind aan, uh, aan maken. Dat is heel lastig. Dus eigenlijk was het de bedoeling om te voorkomen dat die groep daar in uh, de kooi, op het plein, in het park, dat die als groep zich daar gingen manifesteren. En daarom hebben we dat zo gedaan: uh, voorkomen dat die groep tot stand komt. Is dat uw eigen inzicht of is dat ook wat u besproken heeft met bijvoorbeeld de burgemeester Abu Talib in Rotterdam en elders, uh, waar, waar eigenlijk ja, door schade en schande geleerd is, zou ik willen zeggen? Nee, dit, dit hebben we zelf in onze eigen driehoek bedacht. Ja. U heeft ook bedacht uh, om dan op de Beestenmarkt uh, afgelopen week koffie te gaan drinken. De koffiedrink heeft uh, sinds de afgelopen maand een nieuwe betekenis gekregen. Er wordt uh, voor het Museumplein dan benoemd: Wij gaan koffie drinken op het Museumplein. Toen besloot u, nou, als wij begrijpen dat daar iets gaan, is dus gaan wij koffie drinken op de Beestenmarkt. Daar moest ik een beetje om lachen. U hoop ik ook. Wat was daar het idee achter? Ja, eigenlijk precies hetzelfde. Uh, ook even met een knipoog uh, naar de acties. En niet alleen maar met uh, agressieve middelen daarop reageren, maar ook een beetje met humor. En eigenlijk is het hartstikke leuk geweest. Is dat elders te weinig gebeurd, denkt u? In de afgelopen tijd ook. Is het te weinig humor geweest, waardoor dus ook jongeren het gevoel kregen dat ze de straat op moesten gaan, om tegen die avondklok te rellen? En is dat te weinig humor op dit moment? Ja, ik denk dat een deel van, de, van uh, de ongeregeldheden die we de afgelopen weken hebben gezien, heeft eigenlijk niet zoveel met de avondklok te maken. Dat zie je ook bij, uh, bij voetbalwedstrijden, soms de hooligans die bezig uh, gaan. Dat zie je soms bij uitgaansavonden. Ja, dan spelen de hele andere dingen een rol. Ik geloof dat dat uh, uh, primair hier speelde. En dat de inhoudelijke argumenten er maar uh, weinig toe deden, moet ik eerlijk ja. zeggen. Maar de, je moet gewoon duidelijk maken dat, uh, dat je goed voorbereid bent. En dat zagen we in de social media ook wel weer terug. We zagen ook in de groepen waar... Waren aangemaakt om dit uh, feestje te organiseren. Dat ben ook, zei in Leiden: moet je niet zijn, want dat is te goed voorbereid. Ja. Dus dat is ook goed om dat te horen. Dat is een compliment aan u, adres via de sociale media dan. Ja. Um, daar wilde ik ook nog even naartoe met u. Want u zegt, ja, bijvoorbeeld voetbalhooligans, dat is van alle tijd. Op dit moment zijn er geen evenementen mogelijk. Uh, die zijn ook waarschijnlijk tot de zomer nog sowieso wel niet mogelijk, zei u eerder al. Uh, nu hoorde ik ook bijvoorbeeld van de Joop Zoetermel Classic. Ja, in het najaar is er zo weinig ruimte om iets te organiseren dat we het waarschijnlijk moeten aflasten. Um, ja, hoe, hoe zit het op dit moment? Wat adviseert u organisatoren van evenementen? Want aan de ene kant is het belangrijk om ook weer iets te gaan doen zodra het kan om deze jongeren en ook oudere mensen weer wat perspectief te geven. Aan de andere kant ja, is er ook maar heel weinig ruimte in die evenementenagenda. Wat adviseert u? Ja, eigenlijk uh, is dat ook het grote probleem. Uh, het is niet alleen een kwestie van: is er nog ruimte op de agenda? Dus zijn er nog dagen waarop niks georganiseerd uh, wordt? Maar ook hoeveel capaciteit vraagt dat van de hulpdiensten? Want die is ook uh, niet onbeperkt. Uh, we zitten met vrij krappe politiecapaciteit, die is onder de sterkte al uh, een tijd lang. Um, uh, we zitten um, met de verdeling tussen de gemeenten in de regio, waar je ook rekening mee moet houden. Dus uh, eigenlijk hebben we uh, als lijn in deze regio, en dat zal ook wel uh, in de hele uh, regio samen met Den Haag ook zo uh, gelden van uh, pas een beetje op met het doorschuiven van evenementen die traditioneel in het voorjaar plaatsvinden naar het najaar. Daar is enige ruimte. Maar wanneer iedereen dat doet, dan komt er zoveel, komen er zoveel claims op die tijd en al die politiecapaciteit dat, uh, dat we dat gewoon niet kunnen waarmaken. Ja, maar het, is wel, het biedt wel perspectief, zo'n evenement, waarvan mensen die denken, ja, ik heb al anderhalf jaar die, die, die wielrenwedstrijd niet meer gereden, ja, Wat hardloop dat hardloop-evenement. Dat is waar, maar sommige dingen die kunnen niet. En vandaar dat ook het idee is, van... laten we gewoon eens kijken welke ideeën er allemaal zijn. En die leggen we allemaal op een rijtje en dan kijken we hoe het uitpakt. En dan gaan de evenementen die traditioneel in die tijd plaatsvinden, die gaan voor, denk ik. En dan uh, zijn er een paar die misschien toegevoegd kunnen uh, worden, maar niet veel. En dan moet je een keuze tussen maken tussen al die. Um, uh, organisaties die iets willen. Is er een moment dat het duidelijk is wat, wat dat wordt? Is er, is er een soort van deadline waarop mensen uh, dat nou, moeten hebben. Wij, mik, wij mikken wel een beetje om die keuze begin maart te maken. Ja. En dat betekent dus dat we dan vanaf uh, dat, dat eigenlijk een kalender komt die zegt. Nou, als het in september weer zou kunnen, dan kunnen deze evenementen dan en dan plaatsvinden. Dus een beetje dat er echt een, een evenementenkalender straks op tafel is. Ja, heeft. dat maken we, die maken we ieder jaar. Ja. Uh, Zo'n evenementenkalender. Maar we weten eigenlijk al wel vrijwel zeker dat de komende maanden uh, nauwelijks iets kan. Dus uh, vandaar ook dat wij ook zien dat de meeste mensen naar uh, het najaar kijken. Naar, en dat zijn er iets te veel. Dus we moeten dat een beetje dimmen. En dat doen we dus door ze allemaal op een rijtje te zetten en dan de keuze te maken. Het ja. gaat niet alleen om de stad zelf, maar het gaat ook om de andere gemeenten. Want ook andere gemeenten hebben soms uh, best grote evenementen, waar ook best veel uh, begeleiding, van politie, uh, ambulances en dergelijke nodig is. Uh, ja. Tot slot nog heel even over die, die coronarellen. Is het nu klaar in Leiden, denkt u? Uh, moeten we ons nog opmaken voor uh, ongeregeldheden? Nou, ik, ik merk er niks meer van en ik zie ook geen uh, oproepen uh, meer van enige en omvang. Uh, maar we blijven alert. En mocht er nog eens een keer iets oppoppen, uh, we zijn er altijd klaar voor. We weten ook wel een beetje wat we moeten doen. Ja, en dan gaat u ergens nog een kopje koffie drinken. Wellicht. Ja. Ja. Uh, dan uh, wilde ik nou iets wat zo aan corona gerelateerd Maar in, in december maakte u duidelijk dat uh, de beheerde speeltuin... We hebben een aantal speeltuinverenigingen in Leiden. Dat die uh, niet uh, open konden blijven door de nieuwe corona-regelgeving. Dat was landelijk bepaald. En daarvan zei u ja. Ik vind het ook heel vervelend, maar het kan gewoon niet open blijven, want het zijn besloten plaatsen uh, die moeten dicht. Toen bleek dat dat in de rest van het land uh, niet op die manier werd geïnterpreteerd, maar u bleef lang uh, voet bij stuk. Uh, in Leiden blijven ze dicht tot afgelopen week. Toen zei u: ja, Ik heb een oplossing gevonden. Um, wat heeft u over de streep getrokken om, om naar die oplossing op zoek te gaan? Nou, ik was er zelf ook heel ongelukkig mee zoals het was, want volgens mij was het nooit echt de bedoeling om dit te doen. Het was een soort bijproduct van hoe het in de regels was opgeschreven, maar het stond er wel. Dus we hebben in de directe contacten met de ministeries ook gevraagd van, joh, is dit nou wel de bedoeling, kunnen we daar niet omheen? Het antwoord was nee, dit is zoals het staat en het is misschien lullig, maar het is zoals het is. Nou, uh, wij zijn er niet voor om de regels actief te overtreden, dus dat is uh, voor ons aanleiding geweest om te zeggen, ja, dat, dan is dat maar zo, dan moeten ze maar dicht. Maar het voelde niet goed, dus vandaar dat we uh, daar ook mee bezig zijn geweest. En we zagen natuurlijk ook wel dat hoewel het formeel verboden was in sommige gemeenten, uh, men er eigenlijk niks mee deed. Uh, dat is misschien nog een beter uh, woord, omdat dat men ze actief openhield, men deed er niks mee. En ja, dat uh, is een soort uh, actief overtreden van de regels, daar ben ik nooit zo uh, van. Dus we hebben gezocht naar een oplossing. Nou, en vorige week uh, is die gesuggereerd uh, van laten we eens kijken of we uh, het gebied openbaar kunnen maken. Nou, dat heb ik aan mijn uh, directe ondersteuning gevraagd, aan mijn juristen gevraagd en uh, die hebben uiteindelijk de conclusie getrokken, het zou moeten kunnen. Dus we hebben het gezegd, we beschouwen het als openbaar gebied. Dat betekent overigens dat je uh, niet mag selecteren aan de poort, dat iedereen naar binnen mag, want het is openbaar gebied, dat je geen entree mag hebben. Dat uh, kan ook niet, je kunt het ook niet beperken dus tot leden van de vereniging. Dus al dit soort uh, zaken kan allemaal niet, maar ook geen entree geheven worden. Nou, dan is het ja. klaar. Als je dat hebt, dan is het gewoon openbaar gebied, dan kan het. De gebouwen moeten overigens wel dicht blijven. Ja, nou, dat was ook in andere gemeenten al het geval, begreep ik dat die gebouwen dicht zijn. Um, toch verbaast het mij enigszins, want u hebt het besproken in het veiligheidsoverleg, uh, waar eigenlijk uh, alle 25 voorzitters van de veiligheidsregio's in Nederland zijn. U heeft het met de minister besproken. Nou, ik kan me voorstellen dat iedereen begrijpt dat dit niet de bedoeling was. In Amsterdam bleven de speeltuinen open, in Den Haag bleven ze open, in Utrecht bleven ze open. Uh, hebt u de regels te strak uh, geïnterpreteerd? Dan, of hoe is dat dan gegaan? Nee hoor, want we hebben dat ook gewoon gevraagd, dat ministerie zei: van dat is de juiste interpretatie. Het kan niet. Ja, maar toch in Amsterdam is dan heeft de minister niet gezegd, mevrouw Helse. Maar doet u dat alsjeblieft ook? Ja, dat klopt. Hoe, hoe gaat dat dan? Ja, precies, zoals je het zegt. Maar frustreert u dat niet? Ja, dat, natuurlijk, dat... dat is ook de reden dat we hebben gezocht naar een oplossing. Ja, die oplossing is nu gevonden in het aanpassen van de regels. Uh, gaat u de wetten volgende keer op die manier weer zo minutieus lezen? Of uh, heeft u zoiets van het staat ja, het, gewoon, dan... het staat er gewoon. En dat, uh, dat, dat is natuurlijk ook het vervelende in de oude situatie toen wij met. Uh, de noodverordeningen werkten, uh, hadden wij en de mogelijkheid om, voordat de noodverordeningen werden opgesteld, de, de regels die de minister ons oplegde, om die nog eens even goed op de praktijk te toetsen. En dan konden we het zelf precies zo opschrijven dat er niet te veel nadelen ontstonden. En uh, de voorzitters van de veiligheidsregio's hadden mogelijkheden om uitzonderingen te maken. Dat is nu niet meer het geval. Het is zoals het is. En dat is vervelend, maar het is wel zo. Maar is het dan nu niet tijd om de regels die er landelijk komen uh, op sommige punten wat actiever te handhaven dan op andere punten, zoals uw collega's in andere gemeenten gedaan hebben? Um, het, zit een, het punt is natuurlijk wel een beetje dat toen die regels werden afgekondigd, ook direct de vraag hebben gesteld wat hiermee bedoeld werd in dit uh, kader. En toen werd ook duidelijk dat het niet open mocht zijn. Nou, ik, zoals ik net al heb gezegd, ik ben niet van de school om dan actief. Die regel te overtreden. Dus we hebben gezegd: ja, als dat de bedoeling is, dan moet dat maar zo. Want het is de keuze van de, uh, van de minister. We hebben alleen later wel gezegd: vinden wij een sluiproute? Ja, we hebben een sluiproute gewonnen ja. en daarmee voldoen we ook aan de regels. Ja. ja, ik denk dat we er niet uitkomen, maar het verbaast mij dan toch als de minister expliciet zegt dat dat moet, dat andere gemeenten zich daar niet aan houden. Maar dat zal ik dan doorpassen aan collega's in andere gemeenten. Maar... Ja, het punt, het punt is natuurlijk dat. Um, de minister is ook afhankelijk van iedereen in de medewerking, dus er is weinig uh, druk vanuit het ministerie om te zeggen je moet nou precies dit zo doen en zo doen. Dat vindt in de praktijk niet zoveel plaats. Iedereen gaat er eigenlijk vanuit dat iedereen zich aan de regels houdt. En uh, waarbij ook nog wel eens speelt dat in sommige steden zoals Amsterdam daar waren ook zoveel andere problemen die daaromheen speelden, dat ik me ook kan voorstellen dat je daar uh, de prioriteit legt. Ja. Tot slot, uh, het zal u als historicus vast uh, interesseren, sinds, voor het eerst sinds 2007 komt er weer een referendum in, in Leiden. Toen ging het over de Rijn-Goudenlijn, uh, iets wat door de hele stad, uh, of een belangrijk deel van de stad zou gelden. Nu gaat het over het Roomburger Park, uh, of daar nou een nieuw hockeyveld komt en of daar eigenlijk het hele, uh, de hele wijk ook opnieuw wordt ingericht. Als wijksportpark noemt uw college in het dan. Uh, wat vindt u ervan dat er een referendum komt? Eigenlijk is dat een, een, een heel mooi recht dat wij uh, hier met elkaar uh, als onderdeel van onze democratie uh, hebben. En dat moeten we koesteren. Uh, en ik ben heel benieuwd hoe het, uh, hoe het gaat uh, lopen. Ik denk dat het wel mooi is, want je zag, uh, er is veel kritiek geweest op de participatie. Ik weet niet of die echt terecht is. Uh, bij die kritiek wordt heel vaak uh, neergelegd: van ja, luister eens even, we hebben heel veel opmerkingen gemaakt en er is niets van overgenomen. Uh, hier speelde het grote probleem um, dat een deel van de mensen die participeerden voor het ene was en een ander deel voor het ander. Ja, dan moet je als politiek daarbij ook voor, moet je de knop uh, doorhakken. Dat heeft het college gedaan, um, de raad heeft er nog niet over gestemd, want daar gaat nou juist uh, het referendum over. Um, en als je daar niet op een andere manier uit uh, kunt komen, dan is dit een mooi correctiemechanisme om dat dan aan de bevolking uh, te vragen. En eigenlijk uh, vind ik dat wel prima dat dat zo ja. gebeurt. Is, is nou duidelijk genoeg voor de stad waar het referendum eigenlijk over gaat? Uh, er zijn genoeg mensen die misschien nog nooit een wandeling in dat Roomburgenpark hebben gemaakt. Uh, ja, gaat het, is dat voldoende? Is het echt een stadsbreed onderwerp, vindt u? Nou ja, als dat niet is, als er te weinig mensen een opvatting over hebben, dan komen er niet voldoende mensen en komen er niet voldoende stemmen binnen om het uh, referendum uh, als uh, zeer zwaarwegend advies bij de gemeenteraad neer te leggen. Dan kan de gemeenteraad het naast zich neerleggen. Ja, het als nadeel het... is alleen dat het nu tijdens de tweede kamer of het nadeel in dat geval, hè, als, u, als u dat zegt, is dat het tijdens de tweede kamerverkiezingen wordt georganiseerd en dat een groot deel van de mensen bij de ingang van het stembureau twee stembiljetten in de handen zal krijgen en zal denken, ah, dit weet ik en dit, oh. Uh, wat moet ik stemmen? Zo kan ik me dat voorstellen. Dat is waar, maar uh, daar vindt de komende weken ook nog een soort campagne plaats waarin iedereen zich uh, op de hoogte kan stellen. En je hoeft niet te stemmen, hè? dus je kunt ook gewoon zeggen: daar doe ik niet aan mee. Dus die uh, stem wil ik niet uitbrengen. Dat is mogelijk, uh, omdat je zegt: van, ja, ik, ik wil er eigenlijk uh, me niet mee bezighouden, ik uh, weet er te weinig van. Het zijn allemaal redenen om dat te doen. Uh, ik weet dat toen uh, het burgemeestersreferendum in 2003 werd georganiseerd. toen waren er ook minder stemmen voor het referendum. dan voor de verkiezingen waarmee het uh, gezamenlijk georganiseerd werd. Dus dat uh, geeft wel aan dat ja. mensen ook soms bewust die keuze uh, maken. En dat is ook prima. Uh, wat is uw standpunt? Wat gaat u de komende zes weken uitleggen? Um, we hebben als college uh, eigenlijk al gezegd. wij houden dit nu ook een beetje neutraal. Dus iedereen weet welk uh, voorstel. College aan de gemeenteraad heeft gedaan. Maar wij gaan daar geen campagne voor voeren. Dus dat moet iedereen individueel maar doen. Dat moeten de politieke partijen doen. Dat moeten de andere partijen in de stad doen die uh, een bepaald standpunt willen uitdragen. En dat is uh, voldoende, denken we. Ja, gaat u wel campagne voeren of houdt u zich echt op de achtergrond? De enige campagne die vanuit de gemeente gevoerd wordt, is een campagne, een campagne die ziet op uh, het bevorderen van de opkomst in combinatie met Waar gaat het hier eigenlijk over? Ja, waar waar, ga, waar gaat dat over? Daar ben ik dus ook benieuwd naar. Want ik hoor van de ene het gaat over een nieuw hockeyveld en over de ander gaat het, wordt de wijk groener? Nou, dat zijn twee verschillende dingen. Waar gaat het over, als u het zou moeten uitleggen? Het is, dat is ook het ingewikkelde, omdat je het niet simpeler kunt maken dan het is. Er ligt een voorstel uh, waarbij het uh, Romburgerpark uh, wordt opgeknapt. Daar wordt inderdaad ook een hockeyveld uh, toegevoegd. Maar er komt ook groen in de directe omgeving bij op plekken waar vroeger ook andere plannen mee waren. Dus um, eigenlijk is dat het totaalplan en dat moet je dus ook wegen. En dan moet je het ook niet uh, beperken tot een onderdeeltje ervan. En die uh, vraag die moet dan ook centraal staan. En dat is ook de reden dat de vraag altijd is: of je het met het raadsvoorstel eens bent dat er uh, ligt of niet omdat anders iedereen zijn eigen invulling geeft. En dat raadsvoorstel, dat is helder, daar staat in wat erin staat. En als je het met een onderdeel niet eens bent, dan moet je zelf de afweging maken. Of dat voldoende is om het totaal af te uh, wijzen. Of dat je het totaal voldoende vindt, ondanks iets wat je misschien minder leuk vindt. Ja. En die keuze is aan de individuele burger. Dat kun je niet van tevoren iemand opdringen. Nee. U bent altijd van het gesprek, we hadden het net over kopjes koffie. U, het is, u bent als burgemeester ook voor het samenbrengen van groepen in de stad. Nou is er onlangs uh, een van de bestuursleden van de wijkvereniging opgestapt over dit. Die vindt dat, er, nou, dat de wijkvereniging een verkeerde koers vaart op dit punt. Uh, nou, op Facebook hoef ik u niet uit te leggen dat het daar ook hard op hard uh, gaat. Uh, welke rol ziet u voor zichzelf om dat debat een beetje in goede banen te leiden? Ja, volgens mij is... Uh, die periode van de met elkaar nog eens een keer over hebben is nu wel voorbij. Uh, daarom is dat referendum ook nu georganiseerd. En uh, ik hoop dat wanneer de uitslag ervan is, dat iedereen uh, voor iedereen het weer helder is. Dan weten we ook weer hoe we verder gaan. Dit kost veel te veel energie. Dan moeten we een keertje vanaf. Ja, er, er is natuurlijk nog, dan gaan we het over als dan scenario's hebben. Maar er is nog het, uh, de mogelijkheid dat mensen tegen het plan stemmen. En dat de gemeenteraad uiteindelijk uh, toch in misschien al dan niet gewijzigde vorm een vergelijkbaar plan uh, door de raad brengt. En dan zijn die groepen misschien niet uh, uh, bij elkaar gekomen. Uh, is, is dit iets wat de komende jaren nog aandacht verdient, denkt u? Nou, ik ben vooral nu benieuwd wat de uitslag is. Als de uitslag is, we, we voeren het plan uit zoals het is, omdat de meerderheid daarvoor is, is het helder wat er gaat gebeuren. Op het moment dat uh, er veel te weinig mensen een stem uitbrengen, uh, ja, dan is de gemeenteraad die zelf de keuze moet maken. Uh, leg ik mijn oor toch te luisteren aan die weliswaar minder dan normaal, maar wel heldere uitspraak die er is: minder dan je eigenlijk zou nodig hebben. Dan moet de gemeenteraad zelf een keuze maken of ze hun eigen voorkeuren volgen, of dat ze dat toch uh, meelaten uh, wegen. En uh, derde is dat er massaal wordt gezegd, we zijn er tegen, er zijn voldoende stemmen en uh, dit plan wordt niet uitgevoerd. Dan weten we nog niet helemaal precies wat er dan gaat gebeuren in die periode daarna. Ja, dat kan zowel uh, leiden tot we laten dit onderwerp rusten en de komende jaren hebben we het er niet meer over, als uh, tot uh, kunnen wij nog iets anders bedenken uh, als oplossing voor de vragen die er liggen. Nou, dat weet ik op dit moment ja. nog niet, dat moeten we maar zien. Maar ja. nou, ik hoop op een duidelijke uitkomst, want ik vind dit niet zo'n hele prettige uh, situatie in de stad. Dat uh, mensen zo tegen elkaar, uh, tegen elkaar uh, bezig zijn in ja. debatten. Dat moeten we niet hebben. Mm -hmm. Dank u wel. Uh, de, volgende maand dan hebben we opnieuw een gesprek. Dan is het inderdaad de maand van de verkiezingen. Dan zal het daar ook zeker over gaan. Natuurlijk over andere onderwerpen. Uh, dit gesprek wordt tot uh, zondagavond herhaald op, op Sleutelstad TV. En het is ook terug te bekijken op uh, sleutelstad.nl. Uh, burgemeester Henrik Demfink, dank u wel. Graag gedaan.